Ja, vooraf van het seizoen had ik hier misschien wel voor getekend. Hè. Eerste vijf halve finale play-offs. Alleen ja, als je er dan staat, dan wil je ook winnen. Ook. Hoe moeilijk is dit? Ja, ik denk dat je die vraag zelf kan beantwoorden. Dat is heel pijnlijk. We hebben denk ik de beste kansen vandaag. Oh, en dan valt hij voor hun in de 88e minuut uit de corner. Ja, we weten dat dat een sterke punt is, hè? Corners, vrije trappen. Ze zijn sterke jongens. En ja, als je dan zo net voor tijd valt, dan ben je er doodziek van natuurlijk. Ja, en ook wel een tijdje denk ik. Dit is niet zomaar morgen even voorbij. Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat we dit jaar echt dicht bij promotie waren. Natuurlijk omdat je in alle finale staat, maar ook met het team wat we hebben. Wat ik zeg, als je dan in de 88e minuut valt, dan kan je veel zeggen, maar dan kan je beter in je mond houden en doodziek zijn, denk ik. Jij ziet het vanaf de bank allemaal gebeuren. Kun je je gevoel dan omschrijven? Hoe moeilijk is dat? Ja, dan heb je er geen invloed meer op. Hè. Dus dan is het gewoon hopen dat die bal nog echt een keer goed valt. Dat deed hij bijna nog, maar zoals je weet net niet. Dan krijg je alsnog wel een staande ovatie van het publiek. Pept dat nog iets op nu of doet dat nog helemaal niks met je? Allereerst ben ik gewoon hartstikke blij dat de Vliet weer vol zit en dat de club weer leeft. Dus misschien over een paar weken dat ik trots ben dat we met z'n allen de club weer op de kaart hebben kunnen zetten. Alleen ja, voorlopig zal de teleurstelling er nog wel over is. Hoe was jouw gevoel tijdens de wedstrijd? Zat er meer in volgens jou? Ja, dat denk ik wel. Kijk, een schiet één keer in de eerste helft van buiten de 16 op de paal, denk ik. Voor de rest hebben we denk ik alles onder controle. Tweede helft krijg je zelf 2-3 echt, ik denk 100% kansen. Ja, die vallen niet en dan weet je dat het spannend blijft tot het eind. Maar als je dan, wat ik zeg, als je dan in de 88e minuut valt, dan dan kan je veel zeggen. En dan volgens zo weer de keukenkampioen-divisie. Had je al niet vastgepind op de Eredivisie? Kun je daar nog toe zetten? Nee, tuurlijk pin je er niet op vast. Maar wat ik zeg, ik gaf ons goede kans. Omdat we hebben gewoon een goede ploeg. We zijn met iets moois bezig. Maar goed, vooraf van het seizoen had ik hier misschien nog wel voor getekend. Hè. Eerste vijf halve finale play-offs. Alleen ja, als je er dan staat, dan wil je ook winnen ook. Over twee wedstrijden gezien, Go Ahead terecht of jullie? Ja, vooral uitvaren was Go Ahead wel een stuk beter. Alleen vandaag wat ik zeg, had ik het gevoel dat we alles zelf in eigen hand hadden. We was eigenlijk niet zoveel aan de hand, we hadden best onder controle. Alleen ja, dan moet je geluk hebben dat hij net naar rust dat hij voor ons valt. En dat deed hij niet. Is dan ook niet een concentratiepuntje dat die goal dan alsnog valt? Nee, ja, ik heb het nog niet teruggezien, dus daar kan ik weinig zinnigs over zeggen. Alleen ja, wat ik zeg, we zijn gewoon sterk met die standaard situaties. En ja, hij viel binnen, kunnen we weinig voor zeggen. Je hebt nu vakantie volgens mij. Ja, maar ik had liever nog een weekje gewacht.